Voel jij je goed in ons land? Heb je het idee dat je er helemaal bij hoort? Dat je jezelf mag zijn, als man, vrouw, x, homo of hetero, nieuwe of oude Belg? Dat je je mening mag geven op het werk, op straat, op café, in de sportclub? En dat je mag tonen wie je echt bent? Vind jij dat je erbij hoort in ons land? Vanuit het Vlaams Parlement, dit is de Universiteit van Vlaanderen. Hilde en Christophe zijn geboren in Vlaanderen. Zij werkt als diensthoofd personeelszaken in een psychiatrisch ziekenhuis. Hij werkt in de informatica sector. Ze hebben twee kindjes, Lily en Sam, 8 en 5 jaar oud. Zij worden gezien als echte Belgen. Ze horen erbij in onze maatschappij. Maar stel nu dat Christophe in een fabriek werkte die de deuren sloot om in het buitenland goedkopere werkkrachten te vinden. Dat hij al een paar jaar werkloos was en ze moeite hadden om de rekeningen te betalen. Horen ze er dan evenveel bij? Of wat als Hilde niet Hilde was, maar Michael? En Michael en Christophe als homoseksueel koppel de kindjes opvoeden. Horen ze er dan bij? Of als Hilde Fatana was, ze een hoofddoek droeg en thuis een andere taal dan het Nederlands sprak met de kindjes. Horen ze er dan bij? En jij? Hoor jij erbij in onze samenleving? En hoe weet je dat eigenlijk? Dat is misschien een vraag die je jezelf nog nooit echt gesteld hebt. En het is misschien even denken over een antwoord. Of misschien denk jij, ik hoor erbij, want ik ben hier geboren en getogen. Of er staat Belg op mijn identiteitskaart, dus ik hoor erbij. Of ik hoor erbij omdat ik mijn steentje bijdraag aan de maatschappij. Ik betaal belastingen of ik doe vrijwilligerswerk. Dat zijn allemaal goede redenen. Maar heb je het eigenlijk wel zelf in de hand of je erbij hoort? Erbij horen kan je niet alleen doen. Dat is iets dat tussen mensen gebeurt. Jij moet van andere mensen het signaal krijgen dat je erbij mag horen. En dat is wat ik samen onder de loep wil nemen. Wat hebben wij nodig van anderen en van de maatschappij om het gevoel te krijgen dat we erbij horen? Of anders gezegd, wanneer is onze maatschappij inclusief? Dat is toch een belangrijk doel van een democratie. Dat iedereen erbij mag horen, zich thuis mag voelen en een stem kan hebben en kan participeren. En we weten allemaal wel wat niet inclusief is. Als wij als maatschappij systematisch bepaalde groepen als marginaal of als buitenstaanders zien, omwille van hun politieke mening, hun geaardheid, hun opleidingsniveau of hun fysieke beperking, ja, dan zijn we niet inclusief bezig. Maar wat is inclusie dan wel? Die term kan misschien een beetje wollig of utopisch klinken. En je denkt misschien aan Samson en Gert, we moeten samen delen. Of K3, hand in hand, oog in oog, alle kleuren van de regenboog. Maar er bestaat wel degelijk ook echte wetenschap over inclusie. Ik ben onderzoeker in de sociale psychologie. En dat betekent dat ik onderzoek doe naar de mens als groepsdier. We bestuderen niet de psychologie van één individu, maar we kijken naar het belang van relaties tussen mensen. En we onderzoeken hoe mensen met elkaar omgaan in een groep en hoe groepen onderling met elkaar omgaan. En vanuit die sociale psychologie is er ook onderzocht wat een maatschappij moet doen om echt inclusief te zijn. En dat onderzoek toont ons dat er 2 kerncomponenten van inclusie zijn. Erbij horen en authenticiteit. Dus laten we eerst eens kijken naar die eerste component, erbij horen. Dat betekent, mag iedereen deel zijn van het geheel en zich hier thuis voelen. En dat zit hem in heel veel kleine en grote signalen. Wat jij ziet en hoort is belangrijk. Als jij op straat loopt, dat je mensen ziet die eruit zien zoals jij. Maar zeker niet alleen op straat. Ook in de hogere rangen van bedrijven, in de politiek en in de media, zie je daar mensen die op jou lijken. Ook wat je hoort is belangrijk. Als mensen spreken over ons en wij, hebben ze het dan ook over jou? Of gaat het dan meestal over wij en jullie? Een sprekend voorbeeldje is mensen met een kleurtje die hier geboren en getogen zijn en toch heel vaak de vraag krijgen, waar kom jij vandaan? Dat kan heel goed bedoeld zijn, maar dat signaleert wel elke keer opnieuw dat zij niet gezien worden als deel van die wij. Erbij horen zit hem ook in jouw sociaal netwerk. Dat je mensen rond jou heen hebt, vrienden, familie, collega's, buren, die om jou geven en die het belangrijk vinden dat het goed met jou gaat en daar moeite voor willen doen. Maar het zit hem zeker niet alleen in die jarenlange, diepe contacten. Het zit hem ook gewoon in dagdagelijkse, toevallige ontmoetingen met mensen die je niet kent.
iemand passeren op straat en dat hij naar jou glimlacht. Of een kort gesprekje met de winkelier aan de kassa, al is het maar over het weer. Dat soort microcontacten zijn een heel belangrijk sociaal weefsel in onze maatschappij, dat mensen het signaal kan geven dat ze erbij mogen horen. En het belang daarvan is misschien wel duidelijker geworden in de coronalockdowns, waar we onze vrienden en familie niet meer mochten zien en waar we dan onze buur beter gingen leren kennen, met een gesprekje op de stoep of over de Haag. Of waar ons enige gesprekje van de dag misschien met die wandelaar die we tegengekomen waren was. Die component van erbij horen is enorm belangrijk, net omdat wij sociale wezens zijn. Iedereen herinnert zich nog wel een moment waar die er niet mocht bij horen, waar die uitgesloten werd, op school, op het werk, bij vrienden. Dat is enorm pijnlijk, dat blijft ons vaak nog jarenlang bij. En dat pijnlijk zijn mag je zelfs vrij letterlijk nemen, want onderzoek toont aan dat als wij uitgesloten worden, dezelfde hersenregio's actief zijn als wanneer wij ons fysiek pijn doen, als wij ons ergens tegenaan stoten of ons verbranden. Dus uitgesloten worden is pijnlijk en het is ook ongezond. Onderzoek toont dat het even ongezond is als obesitas of roken. Dus onze eerste component van inclusie is erbij horen. Maar om van echte inclusie te kunnen spreken, hebben we ook nog een tweede component nodig. En dat is die van authenticiteit. Wat zegt die component ons? Dat je erbij mag horen als jezelf. Dus dat jij jouw authentieke zelf mag zijn en niet bepaalde delen van jezelf moet verbergen of veranderen om erbij te mogen horen. Dat het aanvaard wordt dat je valt op mensen van hetzelfde geslacht. Of dat je mag aandoen wat je wilt. Als vrouw met een kort rokje op straat lopen, als man met een handtas, zonder daarvoor lastiggevallen te worden. Dat je mag vertellen dat het niet altijd goed gaat met jou, met je mentale gezondheid of met je financiën. Of dat je mag zeggen dat religie voor jou belangrijk is en dat je elke week naar de kerk gaat. Authenticiteit zit hem ook in mensen die interesse tonen in wie jij echt bent. Dat ze vragen naar jouw mening, dat ze naar jou luisteren in plaats van over jou te spreken. Dat je dus een stem hebt binnen en buiten het stemhokje. Ook die authenticiteitscomponent is heel belangrijk. Want onderzoek toont aan dat ook als wij delen van onszelf moeten verbergen of veranderen, dat dat onze mentale en onze fysieke gezondheid kan schaden. En toch is het iets dat we vaak vergeten als we aan inclusie denken. We denken vaak enkel aan die component van erbij horen en we vergeten die authenticiteit wat. En iedereen een stem geven blijkt ook niet vanzelf te komen. We hebben daar zelf onderzoek naar gedaan. We hebben ingenieurstudenten met verschillende achtergronden gevolgd tijdens een groepswerk. Zij moesten maandenlang samenwerken aan een belangrijk project en om de zoveel tijd hebben wij hen een vragenlijst gegeven om te horen hoe het ging in hun groep. Wat we vonden was dat ze na verloop van tijd met wat samen te werken relaties gingen smeden, banden gingen smeden en dus gingen werken aan die component van erbij horen. Maar dat betekende nog niet dat iedereen in die groep een stem kreeg. Ze luisterden lang niet naar de inbreng van alle groepsleden. En ik denk dat dat wel herkenbaar is voor veel mensen hier, dat je in een vergadering zit en dat je een idee op tafel legt, maar dat er eigenlijk niet naar geluisterd wordt. En even later zegt die persoon naast jou misschien iets gelijkaardig en wordt daar wel op ingegaan. Ja, dan heb jij niet het gevoel dat jouw inbreng gewaardeerd wordt. Nochtans is daar een heel simpele oplossing voor. Als jij in de toekomst bij vergaderingen iedereen zijn stem wilt horen en niet enkel die van de hardste roeper, maak er dan een gewoonte van om een rondje te houden. Ga de tafel af. Eén voor één mag iedereen zijn ideeën geven. En dan merk je misschien dat die introverte persoon of die persoon die altijd onderbroken wordt, heel waardevolle ideeën op tafel legt. Een ander sprekend voorbeeld van hoe je kan werken aan authenticiteit vertelde een zwarte student onlangs aan mij. Zij contacteerde mij en ze zei dat ze onlangs heel emotioneel geworden was toen zij in de les op een slide een foto zag van een zwarte hulpverlener. Na al die voorbeelden van witte mensen was die ene foto voor haar het signaal dat zij er ook bij mocht horen als zichzelf en dat ook zij die hulpverlener kon zijn. Dus als organisatie ervoor zorgen dat de mensen in jouw bedrijf en degene die je toont in je communicatie een juiste weerspiegeling zijn van wie er in onze samenleving leeft, kan een heel duidelijk signaal zijn dat mensen er mogen bij horen als zichzelf. Dus inclusie gaat om erbij horen en authenticiteit. En eigenlijk is dat helemaal niet zo verwonderlijk als je weet dat in de psychologie 3 basisnoden onderscheiden worden. We willen er kunnen bij horen, dat is die eerste component. We willen autonomie. Dat reflecteert zich in die authenticiteit en een stem hebben. Dus eigenlijk kan je zeggen
Als inclusieve samenleving moet jij ervoor zorgen dat mensen hun fundamentele psychologische behoeften kunnen vervullen. Nu, ik zei drie basisnoden, dus wat is die derde dan? Onze derde psychologische basisnood is die van competentie. We willen ergens goed in kunnen zijn. We willen kunnen presteren, iets kunnen verwezenlijken. Denk aan het kindje dat een paar centimeter lijkt te groeien als je vertelt dat hij goed kan tekenen. Of een volwassene die heel veel voldoening kan halen uit iets goed volbrengen op het werk. En het goede nieuws is dat als wij werken aan inclusie, wij ook die behoefte van competentie gaan helpen. Want onderzoek toont aan dat wij in een inclusieve omgeving beter presteren. Denk aan een schoolcontext. Elke leerkracht en ouder gaat jou wel kunnen zeggen dat je nog zo druk kan leggen op dat presteren en dat leren. Als een leerling zich niet goed in zijn vel voelt, gaat dat niet lukken. Dat vonden wij zelf ook in een van onze studies. We deden onderzoek naar hoe Vlaamse scholen omgaan met diversiteit. En daarvoor zijn we in 66 Vlaamse middelbare scholen de schoolmissies en de schoolreglementen gaan analyseren. En we hebben in die scholen ook meer dan 3000 leerlingen bevraagd over hoe zij zich voelden op school en wat hun punten waren. Wat vonden we in die studie? Enerzijds had je de scholen die in hun beleid enkel inzetten op die eerste component van inclusie, erbij horen. Zij zeiden bijvoorbeeld, jij hoort erbij, iedereen hoort erbij en jouw culturele achtergrond die kan ons niet schelen. Die negeren wij. Of zij zeiden, je hoort erbij als je jouw culturele achtergrond verbergt. Nu, in die scholen die enkel op die eerste component focusten, daar vonden wij dat leerlingen met een migratieachtergrond zich niet zo goed thuis voelden en ook slechter presteerden. Anderzijds had je de scholen die op beide componenten van inclusie gingen inzetten. En hun beleid zei, iedereen hoort erbij als zichzelf. En we hebben interesse in mensen hun culturele achtergrond. En in die scholen vonden we dat alle leerlingen zich thuis konden voelen en dat dat ook de punten te goede kwam. En hetzelfde is eigenlijk al teruggevonden in heel veel studies in bedrijven. Als jij als bedrijf inzet op inclusie, gaan je werknemers beter kunnen presteren. Een heel mooi voorbeeldje vind ik het politieuniform van het Verenigd Koninkrijk. Daar heb je de Sikh die een tulband dragen omwille van hun religie. En in het Verenigd Koninkrijk is er een politietulband als deel van het uniform die zij kunnen aandoen. Dat geeft een heel duidelijk signaal. Jij hoort erbij als politieman en je mag dat als jezelf. En in sommige regio's zijn ze nu hetzelfde aan het doen met een politiehoofddoek voor moslimvrouwen. Dus als je als bedrijf inzet op inclusie, gaan jouw werknemers beter presteren en ga je misschien ook nieuwe werkkrachten aantrekken die anders niet tot jouw bedrijf kwamen. En het kan ook goed zijn voor vernieuwing. Want als jij als bedrijf zegt dat iedereen in hetzelfde plaatje moet passen en dat nieuwe stemmen niet gewenst of niet gehoord zijn, ja, dan ga je niet snel tot innovatie komen. Conclusie. Of jij erbij hoort in onze maatschappij en of Fatana, Michael, Lily, Sam, Christophe en Hilde er mogen bij horen, hangt af van hoe inclusief onze samenleving is. Als wij willen dat mensen kunnen participeren en presteren, moeten we ervoor zorgen dat ze zich thuis kunnen voelen als zichzelf. En daar kunnen we op elk niveau aan werken. Jij kan dat doen in je dagelijkse contacten. Scholen en bedrijven kunnen dat doen. De media kan dat. En zeker ook de politiekers hier in het Vlaams parlement.